Van der Zanden. João. Komt er nog langs, krijgt hem voor. De keers maken. Nee, dus als rechtsbuitenspelend voorlopig. Voorzet niet geweldig. Komt toch nog aan. En dat levert het doelpunt meteen ook op van de Keersmaker. Dat leek toch wel te verdedigen. Maar de Keersmaker maakt zijn derde van het seizoen. En een vroege voorsprong voor Eindhoven. João loopt in de breedte. Wil hem graag dan ook hebben daar waar hij loopt. Maar oeh, ik wou zeggen, hij is makkelijk voor Hendricks. Maar Hendricks verslikt zich in die bal. Botemans doet het heel handig zelf en krijgt hem er net niet in. En hier Fiorini. Dat is handig. Het schot is goed en die valt binnen. 1-1. Door Luis Fiorini. Zo is er bij de eerste mogelijkheid voor NAC meteen de gelijkmaker. Dat was op de bal. Die later blijft wel liggen. Maar Schouten kan door. En Schouten kan hier de rode stelling brengen. En die schiet hem er niet in. Immers doet dat wel. Op het moment dat Pilaten nog op de grond ligt, omdat hij last heeft, komt NAC op 2-1. En zo draait NAC het dus weer om. Van der Zanden. Oef, dat is rood. Misschien wel voor Haaien. Hij krijgt geel en daar mag hij echt niet klagen. Dit is een schandalige overtreding. Dit is echt een onbegrijpelijke overtreding. Hij is voetballend met kop en schouders de beste. Maar dit lijkt helemaal nergens op. De beweging is aardig, loopt zich vast. Schietkans voor Van der Zanden is er half. Boogaars valt. Eindhoven begint wat aan te dringen. En hij krijgt hier geel. Ja, en hiermee is natuurlijk de disbalans wel aangegeven. Dat je dit soort overtredingen op dezelfde manier bestraft. Komen alsnog rond van Emmen. Toen het eigenlijk al klaar leek. En die hele transfer niet door leek te gaan. En uiteindelijk is Jansen toch speler van NAC geworden. Biemans meldt zich dan voorin. Daar is hij. Zal toch niet? Nou! Kopt hem. Nee, dat is echt ongevaarlijk ook. Het is ongelooflijk. Biemans als pinch hitter erin. Dit is een van de weinige pogingen op doel van Eindhoven in de tweede helft. En hij komt op de benen van hem. En wint NAC met 2-1 van Eindhoven in een wedstrijd die heel matig werd na rust. Maar het is genoeg voor drie punten.